Maakt natuurlijk niet uit hoe oud of jong je bent. Iedereen kan het. Dus kickboksen is op dit moment hot. Zeker weten. Fightpress.nl. We gaan echt een ongekende reeks aan vloggen maken. En wij gaan jullie echt meenemen. Dus zorg ervoor dat je ons gaat volgen. En niet al die neppers. Want wij zijn sowieso beter. Mijn naam is Godwin. En ja, je weet, wij zorgen natuurlijk altijd voor ophef. In deze vlog gaan we het een beetje hebben over Delano Holman. En over niemand minder dan Nelson Neves. Wij nemen jullie mee. Fightpress.nl. Follow en like. Ik ben Enes Nasiri, ben 21 jaar oud. En waarom ik prof ga worden? Omdat ik nooit opgeef. Jullie zijn niet op mijn level. En je moet dat laten zien, broer. Enes, 20 jaar, kom uit Rotterdam. En waarom ik prof ga worden? Is als ik wat wil bereiken, ga ik dat bereiken. Goed. Mijn naam is Wessim Ben Ali. En waarom ik denk dat ik prof ga worden? Is omdat ik heel goed voor mijn wedstrijd train. Ik train heel serieus. Mijn kwaliteit is mijn allround, ik kan heel goed boksen, trappen, knieën, alles. En daarom denk ik dat ik prof ga worden. Ik ben Bruce Mari, ik ben 21 jaar, ik kom uit Gouda. Ik kom uit de Evo Gym. De reden dat ik prof word, ik ben vastberaden. Waar sta je bekend om? Ze noemen je de Diesel. Mijn naam is Nelson Neves. Ik sta bekend om nooit opgeven, 100 keer vallen en 101 keer opstaan. Binnenkort heb je een wedstrijd. Tegen Delano Holman. Nieuwe seizoen. Ben je er klaar voor? Ik ben alles klaar. Helemaal klaar, helemaal ready. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar hij is gebrand om tegen je te vechten. Ja. Hij wil dingen rechtzetten. We gaan het zien. Hij zegt dat het deze keer een andere uitslag zal zijn, volgens hem. Eerst zien, dan geloof me, 15 september. Delano Holman, 27 jaar. Ik vecht tegen Nelson Neves. Waarom vecht ik tegen Nelson Neves? Nelson en ik hebben een verleden. Hij heeft een keer van me gewonnen. Hoe heeft hij gewonnen? Ik moest in een toernooi moest ik vechten tegen hem. In de tweede partij. En in de voorbereiding was mijn schouder eigenlijk uit de kom gegaan. Niemand wist dat. Maar ja, ik kon het niet laten gaan. Dat is een mooi podium. Muay Thai Mania. En de eerste partij kwam ik redelijk doorheen. Nogal redelijk last. Tweede partij matchte ik Nelson. Ja, Nelson is een goede vechter. Goede, drukkende vechter. Ja, en hij heeft mijn schouder. Hij was ook kapot. En toen moest ik echt opgeven van mijn schouder in de halve finale. Heeft hij gewonnen. Ik wil graag winnen. Hier heb ik lang op gewacht. Eindelijk is het zover. Stel jezelf voor, man. Davy, man. Voor achternaam, alles moeten de mensen Charles. Weten. Davy Charles. Wat is je doel? Mijn doel is om professioneel kickboxer te worden, man. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 18.
Waarom denk je dat je dat gaat halen? Waarom denk je dat jij het gaat redden? Omdat ik train niet normaal hard. Niet normaal. Ik zeg er alles voor. Ik heb er alles voor weggelegd. Ik heb mijn school ervoor weggelegd. Ik werk niet meer. Omdat ik wil kickboksen worden. Niks anders. Welk klas zit je nu? Ik zit nu C, man. Dus dat betekent dat je nog naar de B, dan de A. Je moet alles nog krijgen, man. Lange weg, maar... Ja, lange weg, maar alles kort. Alles. Wie is je voorbeeld? Voorbeeld? Ik heb geen voorbeeld, hè. Oké, welke vechters keek je naar en dacht je van zo, oké. De trainer, ik hou van hem. De trainer, daar hou ik van, dat is mijn voorbeeld. Dat is het enige voorbeeld eigenlijk. En dat is? Raymond Bonte. Ken je dan? Echte killer. Ken je dan? We gaan zien, hij is sowieso een killer, man. Ik heb hem vaker gezien, man. Is goed, man, we gaan van je horen, man. Wat is je naam, wat zeg je? David Sharbin. David Sharbin. Ken je dan? Ken je dan? Je weet het. Love. Ben je niet van mooi? Waar sta je voor? Ik ben Ronella en ik sta op de ring op het moment. En waar ik voor sta, voor jezelf opkomen. Waarom ben je begonnen met kickboksen? Via een vriendin. Ik heb vroeger al vechtsport gedaan. Zodoende dat ik hier kwam om het te proberen en dat ging verbazend goed. En toen ben ik doorgegaan en zo zijn we 3 jaar verder. Oké dan. Delano of Nilsson? Delano. Sowieso. Dacht je dan? Wie wil je bedanken? Want ik zie dat je natuurlijk een aantal sponsoren hebt. Ja, ik allereerst bedank ik mijn trainer natuurlijk. Voor Eagle Jam, Aad Alders. Dat ik de mogelijkheid heb om hier te trainen. En alles wat hij voor me doet. Mijn hoek. Mijn verzorging. Ik wil Donny bedanken van JP Fashion & Design. Hij staat altijd achter me. Voor bedrukkingen, voor alles kan je bij hem terecht. Bio Green staat ook altijd achter me. Voor de kaartverkoop, tafelverkoop. En ja, sportschool Eagle. Top man. Ik wens je dit jaar veel succes. Dankjewel. Train ze, man. Insgelijks, man. Ik wens je ook heel succes. En even wachten, ik heb ook iets voor jou. Want je komt hier naartoe en je dacht, je komt hier naartoe. Je krijgt niks van mij. Uh-oh. Eén momentje. Uh-oh. Ik ben 29, ik ben een oma. Ik ga de top houden. Uh-oh. Dit vinden we leuk. Dit vinden we leuk. Ja. Ik kan natuurlijk niet meer even aan de weg gaan. Wazig. Bedankt aan JP Fashion en Design, zoals ik al zei, staat altijd achter mij en nu ook achter jou. Top man, dankjewel man. Ai. Top man, love man. Je weet het. Ja, dan moeten we wel even... Zijn we weer hoor, even snel. Ik wil iedereen bedanken. Ik wil Nilsson bedanken, was helemaal top bij Eagle Gym. Yes. En zijn echt goede sfeer man. Leuke mensen, iedereen is happy. Veel mensen willen prof worden, dus we gaan het merken, maar jullie gaan zeker van Eagle Gym horen. Blijf volgen, fightpress.nl en misschien zijn we binnenkort wel bij jouw favoriete vechter. Yes. Love. Yes.